Hoi, vandaag wil ik laten zien hoe je deze beanie maakt. En we beginnen met een lusje. Ik haak met haaknaald 8 en de wol is gewoon de wol van deze is van de Vibra, de Saskia. We beginnen met 4 lossen. Je kunt ook een magische ring maken, maar ik doe gewoon 4 lossen. En die verbind je met de eerste met een halve vaste. Dan doe je 2 lossen. En dan doe je in de ring doe je 12 stokjes. Moet je even goed kijken. Daar is je ring. Dus 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan doe je een in de eerste 2 lossen doe je een halve vaste. En dan hebben we de eerste rij klaar. We beginnen elke rij met 2 lossen. En daarna doe je in het eerste stokje daaronder een reliëfstokje voor. Daarna doe je in de volgende weer een stokje. En dan doe je in dezelfde weer een reliëfstokje voor. Dan doe je weer een gewoon stokje. En in hetzelfde stokje een reliëfstokje. Weer een stokje. En in dezelfde weer een reliëfstokje. Een stokje. En een reliëfstokje. En zo ga je helemaal rondom. Stokje. Reliëfstokje, stokje, reliëfstokje, stokje, gewoon helemaal rondom. Stokje. Reliëfstokje.
En als je dan telt, dus heb je 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. En dan doe je hem weer met een halve vaste. Van de eerste twee lossen. Verbinden. En dan hebben we de rij, hebben we 24, hebben we klaar. Dan beginnen we weer met twee lossen. Dan doen we in de volgende een stokje. En dan doen we in dezezelfde weer een reliëfstokje. Dus je gaat dan niet naar de volgende, maar je meerdert door in hetzelfde waar je een stokje hebt gedaan een reliëfstokje te doen. Dus in de volgende weer een stokje. En dan nog een stokje. En dan in dezezelfde doen we weer een reliëfstokje. Dus net deden we één stokje en een reliëfstokje. En nu doen we twee stokjes en een reliëfstokje. Dus nu doen we weer twee stokjes. 1. Mijn draad pakken. Twee. En dan doen we weer in onderliggende. Van diezelfde doen we weer een reliëfstokje. Dan weer twee stokjes. Kijk, en deze is van deze. En hier doen we dus weer het reliëfstokje in. Een stokje. Nog een stokje. En dan een reliëfstokje. Een stokje, nog een stokje en daaronder een reliëfstokje. Stokje, stokje. En daaronder weer een reliëfstokje. En zo ga je eigenlijk de hele toer door. En om te controleren of je goed zit, moet je eind van deze rij moet je 36 steken hebben eigenlijk. Oh, ik wil eentje overslaan. Stokje. Stokje en daaronder een reliëfstokje. Stokje. Stokje. En daaronder een reliëfstokje. Stokje. Stokje. En als laatste weer eindig je met een reliëfstokje. En je verbindt hem weer met de twee lossen met een halve vaste. En nou hebben we 36 steken. Dan gaan we door. We moeten nu in de volgende ronde 48 steken hebben. Dus we beginnen met twee lossen. Dan doen we een stokje, nog een stokje en daaronder van deze pakken we weer het reliëfstokje.
nou doen we een stokje. Nog een stokje. En nog één. Dus drie stokjes. En daarna in de onderste een relief stokje. En zo ga je de hele rij eigenlijk door. Drie stokjes. 1. Twee, drie en weer relief. 1, twee, drie en weer relief. Kijk, mocht je twijfelen, kun je ook altijd gewoon zien in de voorgaande rijen dat dan het reliefstokje recht omhoog gaat lopen. En dan weet je gewoon dat je het goed doet. Dus drie stokjes. 1, 2, 3. Reliefstokje. Relief. Een, twee, drie. Relief. Een, twee. Drie. Relief. Een. Twee. Drie. En een relief. Een. 2, 3, relief. Een, twee, drie, relief. En dan zijn we bij de laatste. 1, 2, 3. En dan eindigen we weer met een relief. En een halve vaste. Zo. Nou. Dat begint op te lijken. Beginnen we weer met de volgende rij, moeten we eindigen op 60. Dus we beginnen weer met 2 lossen. Dan doen we 3 stokjes. 1, 2, 3. En dan doen we ons eerste relief. Daarna doen we de hele rij. Verder doen we 4 stokjes. 1, 2, 3, 4. En dan doen we in de onderste, daaronder, onze relief. Dus we doen de hele rij door 4 stokjes. 1, 2,
3, 4 en dan een relief. Vier. Relief. Eén. Twee. Drie. Vier. Relief. Ik kan het filmpje stopzetten en even alleen de rij afmaken, maar ik kan het ook net zo goed eventjes zo samen doen. Mocht je dat nog moeilijk vinden, dan is dat misschien wel handig en anders kun je gewoon even doorspoelen. 3. 4. Relief. Alleen een beetje een rotbol, die heb ik opgerold. Zo. 1. 2. 3. 4. Relief. Dit is de laatste toer dat we gaan... gaan meerdere en dan zitten we op 60 steken en dat is gewoon breed genoeg. Dus daarna gaan we eigenlijk naar beneden en gaat de muts een vorm krijgen. 4 en een relief. 1. Relief. 1. 2. 3. 4. En weer eindigen met een halve vaste in de eerste twee losse. Nou. Kijk, dan hebben we dus... En nu gaan we dus naar beneden toe. Dus dat hij rond wordt. Nee, hij is al rond, maar dat het dus een muts wordt. Nou. Begint in de eerste steek met een halve vaste. En dan heb je hier vier stokjes. En dan doe je dus een groepje maken van 2 aan 2. En dan doe je in de tweede ook een halve vaste. Dan doe je er 2 losse. En dan doe je nog 3 stokjes.
Nou, dan hebben we dus die twee lossen in het midden gedaan. En dan doen we daar drie stokjes bij. 1, 2. Dan gaan we naar de relief. En dan maken we een relief bij. Dan hebben we weer hier de vier stokjes. En in de tussenruimte doen we vier stokjes. Dus precies in het midden. Dus twee aan links en twee aan rechts. En dan doen we vier stokjes in. Dan gaan we naar het volgende reliëfstokje van de vorige toer. Daar doen we er weer één omheen. In de volgende ruimte, precies in het midden, vier stokjes. Dan weer naar het reliëfstokje van de vorige keer. En daar weer een nieuw omheen. Volgende ruimte, precies in het midden, vier stokjes. En dan doen we weer relief. Dus eigenlijk doe je gewoon de hele toer. Doe je vier stokjes relief, vier stokjes relief. Hier doe ik weer vier stokjes. En dan weer een relief. Vier stokjes. Het is helemaal niet zo moeilijk en het haakt ook wel lekker door dus. Relief. Reliëfstokje in het midden weer. Reliëfstokje. Iets te snel. Reliëfstokje. Dus nogmaals van de vier in het midden vier stokjes. Ook even aan mijn wol. 3 was ik. 4. En dan weer een reliëfstokje. Vier stokjes. Dan ben ik bijna rond. Als laatste een reliëfstokje. En dan ben ik eigenlijk helemaal rond. En dan doe je weer in de twee lossen die je in het begin hebt gemaakt. Maak je hem vast met een halve vaste. Hoppakee. Dan
ga je de volgende ronde doen. En de volgende ronde begin je met een halve vaste, want je moet eerst naar het midden toe. En de tweede halve vaste. En dan ben je weer in het midden van de vier. Dan doe je weer twee losse. En dan doe je weer, als je wol hebt, doe je weer drie stokjes. Nou, en dan doe je dus weer in de volgende een reliëfstokje. Dus het is eigenlijk net als de vorige toer. Dus elke keer tussen die twee doe je weer vier stokjes, reliëfstokje. En zo ga je door. Dit doe je van ronde 7 tot en met 12. Dus in totaal heb je straks 7 rondes gedaan met dit patroontje. Nou, als je dat dan gedaan hebt. Kijk, ik kan het even op een andere muts laten zien. Kijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rondes. En nou ja, dat lukt vast wel als jullie dat gaan doen. En dan ben ik er weer terug. Nou, als je muts zo ver af is, dan is het mooi om er een boord aan te maken. En ik ga nu laten zien hoe je een boord maakt. Je moet eerst omhoog met twee lossen. Dan ga je stokjes maken. Dus we doen één stokje. Twee stokjes. Wat we nu gaan doen is minderen. Want deze muts, in dit geval is die 60 breed. Of 60 steken. Maar we moeten minderen, want anders zou die te groot worden. Dus dan ga ik twee stokjes samen haken. Nou, ik zal even uitleggen hoe je dat doet, want misschien weet je, je steekt hem in. Je haalt hem eerst om als een stokje, alsof je gaat beginnen. Dan sla je het draad om. Dan doe je het draad pakken, sla je er twee om. Je slaat je draad weer om en je gaat naar het volgende. Draai hem weer om en doe hem terug. Dan doe je twee en dan doe je alle drie de draden in één. Dus dan doen we weer gewoon een stokje. Eén stokje. Twee stokjes. Drie stokjes. En dan de vierde ga je weer twee stokjes samen maken. Dus omslaan. En doorheen de draad terughalen. Omslaan door twee. Omslaan en naar de volgende. Insteken. Draad doorhalen, omslaan door 2, omslaan door 3. En dan heb je twee stokjes samengehaakt. Dan doen we weer drie stokjes. 1, 2, 3. Mocht je muts nou 48 steken hebben of je eigen maat of een kindermaatje, dan hoef je misschien niet twee stokjes samen te haken, maar bij mij eindigen ze meestal op 60 en dan wil ik toch de boord wat strakker hebben, dus dan moet je wel minderen. Dus we hebben nu weer drie stokjes gedaan, dan gaan we weer minderen, omslaan, er doorheen de draad terughalen, omslaan door 2, omslaan naar de volgende, de draad doorhalen, omslaan door 2, omslaan door 3. En dan doen we weer 3 stokjes. 1, 2, 3. En weer samen haken. Samen haken. 1,
die. Samen haken. Samen haken. Samen haken. En als laatste weer samen haken. Nou, dan doe je hem er weer doorheen. Door de eerste twee losse met een halve vaste. En dan gaan we nu de boord pas echt beginnen met relief. Dus eerst gaan we de twee omhoog. Dat is dus boven deze. Dan gaan we naar de volgende. Doen we een reliëfstokje voor. Kijk dat ik het goed in beeld heb. En voor doe je. Je steekt hem erin. En hij komt weer terug naar voren. En dan maak je een stokje. De tweede doe je. Een reliëfstokje achter. Dus je haalt, doet de draad er weer omheen. Maar in plaats van hierin steken, gaan we achterlangs er doorheen. Je haalt je draad op. En je maakt je stokje af. De volgende is dus die we samen gehaakt hebben. Dus denk erom dat je ze allebei meepakt. Gaan we weer een stokje voor doen. Steken we erin. Doen we door allebei, langs allebei. Draad om. En een stokje. Achterlangs. Van achter naar voren en weer naar achter. Draad eromheen en weer terug. En je stokje afmaken. Dan weer voor. En weer achter. En dan zijn we weer bij onze twee die we geminderd hebben. Dus die moeten we allebei meepakken, draad eromheen en je stokje afmaken. En zo krijg je dus dat je ziet voor, achter, voor, achter, voor, achter. Dit is de eerste rij die we doen en we doen in totaal 6 rijen. En dan is je muts af. Dus ik kom straks nog heel eventjes terug om het te laten zien. Nou, zo ziet de boord er dus uit als die klaar is. Deze steek is heel mooi omdat hij heel soepel is. En mijn muts is af.
Mocht je nou een leuke video vinden en wil je meer van mij zien, abonneer dan op mijn kanaal. Doe een like als je dit een leuke video vond. Ik ga bij deze muts een koolsjaal maken. Dus abonneer op mijn kanaal als je deze koolsjaal ook zo snel mogelijk wil maken als die online is. En ik hoop dat je hier heel veel plezier mee hebt gehad en dat je mooie mutsen ervan maakt. En tot de volgende keer.